We zijn in Hellevoetsluis, de geboorteplaats en huidige woonplaats van Jerdy Schouten. Hij speelde vorig jaar nog in de eerste divisie bij Telstar. Maar inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Excelsior. Hij schijnt er nogal typische wedstrijddagrituelen op na te houden. Dus we gaan even bij hem langs. Ben je daar lang? We staan hier een kwartiertje denk ik. Oh, dat is wel een beetje. Twee uur toch hadden we afgesproken. Ja, nee, oké, dat ligt niet aan mij. Ja, ik word hier wel helemaal goed verzorgd hoor, door je buurman. Mooie kinderfoto van je gezien. Toen was je echt rood. Welke dan? De knappe van de twee. Maar zijn zoon, daar ben je altijd goed mee geweest? Ja. Zij wonen twee deuren verder, dus een soort van familie eigenlijk gewoon, ja. Want je woont hier nog steeds ook in Hellevoetsluis? Ja. Bij papa en mama. Ja, vorig jaar niet, maar nu, dit jaar. Ik was wel op zoek in Rotterdam. Maar uiteindelijk dacht ik van ja, zo slecht heb ik het ook niet op. Ja, want had je even op jezelf gewoond, dan ga je weer naar je ouders. Dus het is toch wel lekker als je kleding moet gewassen en als je dat eten op tafel staat. Ja, maar toen ik op mezelf woonde, bracht ik ook gewoon mijn vieze kleren naar mijn ouders. Ja, dus, ja, dus dat is het niet. Maar nou ja, ik hou er wel gewoon dat er mensen om je heen zijn. En daarom vind ik het thuis wel lekker. Waar we nu zijn, hier. Kwam je altijd op wedstrijddagen of nog steeds? Nog steeds, ja. Sinds vorig jaar eigenlijk Telstar. Altijd voor de wedstrijd even pannenkoekje doen. Maar ben je zo van het bijgeloof? Ik vind je veel te nuchter daarvoor. Ja, maar ik ben eigenlijk wel echt. Ik heb wel echt mijn dingetjes zeg maar, die ik moet doen voor de wedstrijd. En het is niet per se dat ik denk dat het daardoor is als ik goed speel, maar ik voel me er wel lekker bij. We moeten natuurlijk wel even een pannenkoekje eten. Ja, toch? Moet wel gebeuren, vind ik. Ja, vind ik ook wel. Zijn jullie in zo'n interlandperiode veel of zijn jullie ook een beetje vrij? We hebben 3 dagen vrij achter elkaar. Dus het is vooral dat je even je gedachten ergens anders naartoe laat gaan. Zodat je daarna weer fris bent. Dat moet ook wel. Jullie hebben lekker gewaterpolo'd. Ja, gisteren. Was het een succes? Nou, je onderschat echt hoe zwaar het is. Je weet het wel, zeg maar alsnog onderschat je het. Want Ik heb 2 baantjes om en toen zag ik iedereen om me heen ook al. Hij rennen. Nee, ik hou echt niet van zwemmen. Ik heb mijn A-diploma gehaald. En dat ook was het. Met moeite. En toen gelijk gestopt. Gelijk gestopt. Oké, dus geen waterpolo carrière voor jou? Nee. Wel getwijfeld. Maar waren er nog exceptionele talenten bij Excelsior die... Nee. Hervé Matthies dacht dat hij heel goed was, maar het zag er niet zo goed uit als hij dacht, zeg maar. Voor sommige mensen ben jij misschien een beetje uit het niets gekomen, maar je hebt ook nog bij ADO gespeeld. Ja. En ik had het even opgezocht, maar je had best wel een complexe blessure. Wat had je precies? Ja, ik had compartimentsyndromen in mijn beide onderbenen. Kapsels in je benen, daar zitten je spieren in. Ja. En bij mij moesten al die kapsels worden opengesneden, zodat zeg maar, die spier meer bewegingsruimte had. Het voelde alsof ik 2 bovenbenen had. Zeg maar zo, het voelde heel zwaar en je voelde op een gegeven moment meer je onderbenen dan je bovenbenen. Het is niet dat ik niks kon. Maar ja, je voelt je gewoon echt alles behalve fris, zeg maar. Ik ben naar meerdere ziekenhuizen geweest toen. En pas bij de 5 of zo kwamen ze erachter. Ik denk wel dat ik mijn ouders moeilijke tijden heb bezorgd. Ja, denk je, wel. Ja je kan niks doen. Ik moest 2 weken lang alleen maar op mijn bedje liggen en ik mocht niet ervan af. Nou ja, dan word je vanzelf wel chagrijnig hoor. Hoe lang heeft dat geduurd, dat hele proces? Zo, dat hele proces. Ik denk wel 1,5 jaar, 2 jaar misschien wel. Ja. Best wel lang als je erover nadenkt. Ja, heel lang. Dat ik denk dat ik eerder had doorgebroken, ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat het goed is voor geen ene speler als je 1,5 jaar, 2 jaar mist in je jeugd. Helemaal niet, ik was A-junior, dus dat is niet optimaal. Je bent veelvuldig genoemd dit jaar. Vind je het niet op een gegeven moment gewoon een beetje irritant worden ook? Irritant is een groot woord, maar ik ben niet per se iemand die heel graag in de belangstelling staat. Dus op een gegeven moment denk je wel, nu is het wel weer leuk geweest, laat me gewoon maar even voetballen en dan zien we wel.